Goedemiddag, welkom vanuit De Koel in Venlo, waar u rechtsonder in beeld de spelers van VVV en ook die van PSV al klaar ziet staan voordat ze de trap afgaan richting het veld. En daar ziet u Titon, de nieuwe keeper van PSV. Hij die kwam van Roda en vandaag de voorkeur krijgt boven Andreas Isaksson. De uitleg van Fred Rutten heeft u zojuist gehoord waarom Titon vanmiddag hier onder de lat staat. Het stadion is uitverkocht voor de vijfde competitiewedstrijd van dit seizoen. Voor VVV is het de derde thuiswedstrijd. En vooralsnog is het ongeslagen. Daar ziet u overigens Timothy de Rijk. Hij die opvallend genoeg niet in de basis start bij PSV. Maar dat zult u zo dadelijk zien als we de opstellingen voorbij zien komen. 11 seizoenen is PSV al ongeslagen hier in De Koel. VVV won voor het laatst van de Eindhovenaren op 12 september 1976. Scheidsrechter Bas Nijhuis gaat voorop. VVV heeft 2 punten na de eerste 4 wedstrijden. 2 keer een gelijkspel. 1 keer tegen Utrecht in ditzelfde stadion. En het snoepte Ajax punten af in de derde speelronde. PSV heeft 9 punten na de eerste 4 competitiewedstrijden. En PSV weet wat de concurrentie gisteravond al heeft gedaan. Het heeft Twente zien verliezen. Het heeft Ajax zien winnen. Het heeft AZ overtuigend zien winnen. PSV weet waar het vanmiddag aan toe is. Hier in Noord-Limburg. De grote man bij PSV de laatste weken. Dries Mertens scoorde niet voor België. Speelde wel 2 interlands. Maar tot dusver scoorde hij in elke wedstrijd van PSV dit seizoen. Tegen AZ, tegen RKC, tegen ADO en 3 maal tegen Excelsior. Je kunt zeggen dat hij behoorlijk op dreef is. Dit is de opstelling van VVV met daarin een basisplaats voor Rogier Molhoek die terug is van schorsing. Dat gaat ten koste van Maguire. Molhoek speelt met de punt naar achter. Meeuwers speelt links op het middenveld en komt daar een oud ploeggenoot van Feyenoord tegen. Jorginho Wijnaldum. Voorin de nieuwe spits. Mbofor, hij is de vervanger van Uchebo. Zijn landgenoot zit daarom op de bank. Opstelling van PSV met Titon in de goal. Hij is dus de vervanger van Isaksson. En opvallend dus, Timothy de Rijk niet centraal achterin, maar Marcelo die weer fit is. Marcelo was al invaller in de Europa League wedstrijd tegen SV Ried, maar ook in de competitiewedstrijd tegen Excelsior. Maar nu dus weer helemaal aangesterkt. En dan krijgt hij ook meteen een basisplaats van Fred Rutten. Scheidsrechter dus Bas Nijhuis in gesprek met aanvoerder Marcel Meeuwis. En daar is de andere aanvoerder Ola Toivonen. Ook Toivonen speelde interland voetbal met Zweden. 1 keer als invaller. 1 keer als basisspeler. En daar is Moussa. Volgens nog verantwoordelijk voor de gehele productie van VVV. 3 doelpunten. In de eerste 4 competitiewedstrijden. Hij heeft een flinke reis in de benen. En ook nog een persoonlijk drama in Nigeria. Waar zijn neef verongelukte. Hij heeft dus een landgenoot begroet in zijn team. Ahmed Moussa. Daar Matafs. Die dus op de bank begint. En dit is een bekend ritueel van Titon. Zoals hij dat ook bij Roda deed. Vlak voor de aftrap. VVV heeft afgetrapt via Cullen en Meeuwis. Zoekt VVV meteen de aanval. En is daar de eerste vangbal voor Titon.
Eerste paas van Strootman is op maat voor Mertens. Goed verdedigd door de Italiaan Andrea Mei. Lens. Hakje voor Toivonen die op de been blijft. Maar dan is de ruimte om iets te doen beperkt. Ligt Gentenaar daar. Gentenaar anderhalf uur geleden nog getest op het veldje hier naast het stadion. Was niet 100% fit, maar is toch gestart aan deze wedstrijd. Opvallend overigens bij VVV is dat Andrea Mei, de Italiaan, huurling van Inter, begonnen is als rechtsback aan deze wedstrijd. Dat de recht centraal achterin speelt naast Yoshida. Niet gefloten voor deze overtreding overigens, van Mei. Maar voor de overtreding daarvoor, door Nijhuis. Labiat gaat erachteraan, na die paas van Manolev. Lens. Geen overtreding van Yoshida. Ook Yoshida heeft een reis gemaakt die goed was voor de Air Miles. Speelde met Japan tegen Noord-Korea en tegen Oezbekistan. Maakte tegen Noord-Korea de winnende goal. Met het hoofd, zoals we dat kennen van Yoshida. Hier krijgt hij de vrije trap na een duwtje van Lent. Zoeken naar Moussa. Ingooi voor VVV kan het natuurlijk nooit zijn na die kopbal van Andrea Mei. Ja, natuurlijk kan de Italiaan daarom lachen. Maar volgens mij heeft Nijhuis het gecorrigeerd. Assistent scheidsrechter moet nog even op toeren komen. Nijhuis met de blik nu naar de assistent van nou, voor wie is de ingooi nu? Het was iets wat cynisch. Maar nu zat de assistent scheidsrechter wel goed. En opnieuw gooit VVV. Moussa komt ver. En gehaald door Marcelo. Manolev. Tussenkomst Molhoek. Die een ongelukkig start kende bij VVV. De rode kaart kreeg als invaller in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen FC Utrecht. Daarvoor ook gestraft werd. 3 wedstrijden schorsing, maar die zit er dus op. Marcelo. Strootman. Makkelijk weggedraaid en niet overgenomen door Molhoek. Lens verzuimt om de bal aan te nemen.
Vlag gaat omhoog voor buitenspel van Wofor. Dat lijkt het ook te zijn. Inmiddels hier. Labiat. Niet langs Emenike. Drie Nigerianen dus in de basis bij VVV. Het hadden er vier kunnen zijn in principe. Maar omdat Uchebo op de bank zit zijn het er slechts drie. Vier zou overigens een record zijn geweest. Dat gebeurde nooit eerder. Wijnaldum. Uit balans en de bal kwijt. Hij die debuteerde voor het Nederlands elftal. Jorginho Wijnaldum. En ook meteen zijn eerste doelpunt maakte. En die monster score tegen San Marino. Emenike. Hard in de buik bij Cullen. Strootman. Strootman biedt zich aan. Maar krijgt niet echt een lekkere bal van Bauma. Diepte gezocht bij Lens. Buitenspel voor de spits van PSV. De laatste linie van VVV speelt vrij ver naar voren. Daardoor is er op het middenveld weinig ruimte. Hier lijkt het me de ingooi voor VVV, maar kiest de assistent voor PSV. En wordt de assistent scheidsrechter nu niet overruled door Nijhuis. Ja, natuurlijk is deze ingooi voor VVV. Via de knie van Pieters gaat de bal over de zijlijn. Cullen. De recht. Goed verdedigd door Pieters. En nu een cynisch applausje vanaf de tribune voor die assistent. Want hij heeft het nu bij het rechte eind. Moussa. Hier vrij. Andrea Meij. Kan die ook een voorzet geven? Nu ligt er wat ruimte voor PSV onderuit te komen. Mertens. Niet echt lekker geraakt, maar de bal komt aan bij Labiat. Wijnaldum. Strootman. Goed verdedigd door Meij. Een pure verdediger is het, deze Italiaan. Bezig aan zijn eerste seizoen in Venlo. Met name in de lucht erg sterk. Lens. Zat daar niet een handje aan de bal ergens? Nee, juist laat het gaan. Mertens. En dan staat Andrea Meij hem al op te wachten. Toivonen. Kan uit de draai natuurlijk goed schieten. En Gentenaar staat aan de grond genageld. Toivonen scoort. En zet PSV vroeg op voorsprong.
Gentenaar kijkt, wekt de indruk dat deze bal ruim naast gaat, maar niets is minder waar. Want de bal is volgeraakt en zuiver geschoten. Mooie trap van Ola Toivonen. PSV staat op voorsprong in de koel. Vierde doelpunt van het seizoen voor de man die het seizoen begon als spits. Maar daarna op de plek van aanvallende middenvelder terecht kwam. Maar wat was er aan de hand met Gentenaar? Overtreding Lens, terwijl hij op de grond lag. Cullen. Goeie trap van Yoshida. Bal valt achter Pieters. Moussa heeft daarop gerekend. Ingooi VVV. Weer komt hij met een verre inworp. Moussa. Hoofd van Marcelo. Mertens. Ruimte ligt bij Manolev. Het gaat zo. Door het midden. Toivonen. Dit had dus al eerder gekund. Manolev. Labiat. Bauma. Mertens zoekt nu de flank op. Was helemaal naar binnen getrokken. Lens ook hier. Wijnaldum. Raakt die bal helemaal verkeerd. Maar wat staat Jorginho Wijnaldum daar vrij op een meter of drie van het doel van Dennis Gentenaar. Helemaal vrij. Zo kan het na amper een kwartier in de koel al 2-0 staan voor PSV. En dan lijkt de wedstrijd al gespeeld. Half bakken verdedigd. Misverstand tussen Yoshida en Emenike. Wijnaldum, te kort. Bauma scoorde hier vorig seizoen. Toen won PSV met 3-0. Scoorde toen fraai. Moussa gepoord door Pieters. Balletje achter mij. Mertens. Toivonen kan weer gaan vuren. Zo! Behoorlijke streep van de Zweedse middenvelder. En Gentenaar zal zich toch afvragen. Mag dit dan allemaal? Ongehinderd. Ola Toivonen. Zo oogt VVV verdedigend erg zwak in het eerste kwartier. Hij zet veel te veel ruimte weg. Linssen. Buitenspel voor Moussa. Ga er maar aan staan als assistent, want hij is snel. Maar assistent zit goed.
Toivonen biedt zich aan. Daardoor wat meer ruimte voor Mertens. Tussenkomst Molhoek. Gentenaar maakt een wat onwennige indruk. Werd dus getest. Ruim voor de wedstrijd. Had wat last van de heup. Middenveld wordt telkens overgeslagen door VVV. Vaak de lange bal van Yoshida. Wijnaldum. Labiat. Lens wil hem wel. Met wat geluk. Yoshida. Marcelo. Wolfsvoor maakt het Marcelo lastig. Zoekt zijn landgenoot Moussa. Daar is de eerste belangrijke redding van Titon. Eerst een echt goede ingreep. Foutje van Marcelo. Wolfsvoor snoept hem de bal af. En hij heeft oog voor Moussa. Maar inmiddels is PSV alweer in de aanval. En is Strootman hier. Wacht Strootman op Labiat. Maar was dat niet zo'n makkelijke bal. Voor Zakaria Labiat. Lens zet druk op de recht. Ja, hij is veel sneller dan de recht. Andrea Meij. Lens. Niemand grijpt in bij VVV en weer een gevaarlijk schot. Ze hebben af en toe vrij spel. Een behoorlijke afzwaaier toch wel van Lens. Die dat veel beter kan. Cullen, die nog niet echt in het stuk voorkomt en hier de bal kwijt is. Lens let niet op. Strootman pikt weer eens een balletje op. Die brengt er eens wat rust in het spel van VVV. Er zit geen lijn in. Voortdurend zijn ze de bal heel erg snel kwijt. Mertens fraai. Buitenspel voor Lens. Nou, dacht het niet. Meij heft dat op. In paniek gaat de bal naar Meij via Cullen. De Boek en Boesem moeten zich toch zorgen maken als ze de eerste 20 minuten hebben gezien van hun ploeg. Hier met 3 van VVV tegen Strootman in zijn eentje. Uit voorzorg trapt Titon die bal maar buiten. Heeft hij nog last van zijn neus? Na deze botsing voelt hij die neus weer, waaraan hij geblesseerd raakte tegen Finland.
Nu een aanraking met de schouder van Molhoek. Marcelo. Wijnaldum vecht zich terug. Zo houdt PSV balbezit. Strootman zoekt naar Mertens. Mooie paas. Pieters meldt zich. Mertens kijkt eens achterom. Kan dit natuurlijk helemaal alleen. Gentenaar laat los en dan gaat hij erin. Maar is de vlag omhoog voor buitenspel. Dus stelt dit doelpunt niet. Beetje verdekt geschoten. En het is inderdaad buitenspel van Labiat op het moment dat Mertens vuurt. Maar Gentenaar laat een bal los die hij volgens mij gewoon klem kan hebben. En dus kun je steeds meer de vraag gaan stellen. Is het wel zo verstandig dat hij gestart is? Moussa loopt zich makkelijk vast. Ongecontroleerde paas van Emenike. Onvrede vanaf de tribune is steeds vaker te horen van de supporters van VVV. Mislukte trap van Titon. Bal blijft binnen. Moussa. Nou, dit slaat helemaal nergens op. Hij kreeg meteen op zijn donder. Volgens mij van Bauma. Voor die slechte trap. Titon dus. Nou, dat zijn er twee op een rij. Natuurlijk zal hij gespannen zijn bij zijn debuut. Toivonen en Strootman. Lens kiest positie. Lens nu naar de eerste paal. Daar is bijna de tweede voor PSV. Maar nog altijd lukt het VVV niet om een antwoord te vinden op dit soort aanvallen. Dit scheelt ook maar een haar. Goed gelopen door Lens. Goed gegeven door Strootman. Linssen. Beaufort. Dit begint ergens op te lijken. Geen buitenspel blijkbaar voor Moussa die door mag. Moussa, handige dribbelaar. En dat scheelt ook niet veel. Claimt de corner, maar die krijgt hij niet. Eindelijk een behoorlijke aanval van VVV. Puntertje van Moussa. Een bevlieging zoals hij die had in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Toen zorgde hij voor de gelijkmaker. Twee weken geleden. Wijnaldum. Hoe hard kun je iemand vasthouden? Ja, voordeel zegt Nijhuis. Ga maar door. Wijnaldum. Wijnaldum. En alsnog geel voor Linssen. Voor het vasthouden van de international. Zou Linssen denken dat niemand dit ziet? Ik vraag het me af. Maar Wijnaldum geeft niet op. En Nijhuis past keurig de voordeelregel toe.
Molhoek. Yoshida. Iets wat te kort voor mij. Meeuwis. Vrijtrap snel genomen door Strootman, maar de bal rolde nog, zegt Nijhuis. Kijk hoeveel ruimte Wilfred Bouma krijgt om hier op te bouwen en een paas te versturen richting Wijnaldum. Kullen. Komt er niet uit. Manolev. En dan is de overtreding van Robert Kullen. En weer komt er een kaart. Ja, voor wie is die kaart? Protesteren van VVV omdat ze zelf eerst denken aan een handsbal. Maar die handsbal werd niet zo gezien door Nijhuis. En is de kaart dan voor Kullen. Heel veel is hier toch ook niet aan de hand in dat duel met Manolev. Ja, Kullen krijgt geel omdat hij zich opwint. Inmiddels is Maguire de dugout uitgestuurd. Begonnen aan de warming-up. Wat De Boek toch ook wel gezien heeft, dat VVV tekort schiet op het middenveld. Wat nog staat is deze vrije trap met Strootman achter de bal, maar ook Labiat kan aardig schieten. In ieder geval hard. Mertens. DSV heeft zo snel de bal weer in bezit. Mertens. Gentenaar. Het meest wonderlijke na het eerste half uur is eigenlijk dat PSV slechts met 1-0 voor staat. Ook dit schot toch tussen de palen van Mertens. Manolev moet nu verdedigen ten opzichte van Kullen. Goed verlengd door Wofford. Die nu misschien kan gaan koppen, bijna. Pieter stond in de weg. Yoshida, Rofor, Molhoek, Kullen. Nou, die houdt weer vast. En de vrije trap mag nu wel snel worden genomen door PSV Wijnaldum. Mooi 1-2 tussen Labiat en Lens in de kleine ruimte. Eindelijk is de bal weg via Moussa. Die Menike gaat maar net goed. Met Wijnaldum daar gevaarlijk. Voor het eerst eigenlijk gaat het publiek achter de thuisploeg staan. Wat VVV het dus heel erg moeilijk heeft tegen PSV. Ook hier weer. Strootman. Wint simpel van Molhoek. Maar komt dan niet goed uit. Buitenspel, een goal voor. Lang heeft VVV op zijn komst moeten wachten. Want het duurde even voordat de papierwinkel in orde was gemaakt. Hij die net als Moussa overigens speelde op het WK onder 20 voor Nigeria. In Colombia. Lens. Simpel de bal veroverd door Labiat. Fout van Emenieke. Mertens. Wanneer wordt het dus een keer 2-0? Mertens.
Andrea Meij. Iets wat nonchalant gedaan, Moussa. Linssen speelt de bal bij Toivonen. Toivonen die wel geblesseerd achterblijft, nu opkrabbelt. Bolhoek. Komt er wat meer schwung in het spel van VVV? Zo niet. Last van de pols. In ieder geval van zijn arm. Ola Toivonen. Meeuwers. Molhoek. Goed verdedigd Marcelo. Bouma krijgt een duel van Linssen. En dat heeft Nijhuis ook echt wel gezien. De man dat PSV de bal heeft, fluit hier niet voor. Emenieke. Titon. Goed gepakt. Labiat. Lens. Niemand nog daar. Maar het uitverdedigen van de recht weer moeizaam. En dan is het 2-0 via Dries Mertens. Omdat Toivonen heel verstandig is en van die bal afblijft. Een doelpunt dat al vrij lang in de lucht hangt. Valt dan in de 34e minuut. Mertens maakt zijn 7e doelpunt van het seizoen. En scoort in 5 op 1 volgende wedstrijden. Weer is het uitverdedigen van de recht en van VVV in het algemeen belabberd. En dus maakt Mertens er eindelijk 2-0 van. Zeven goals in de eerste 5 wedstrijden. Wat een geweldige start. Clubrecord na 5 wedstrijden bij PSV. Terwijl daar toch teleurstelling zal zijn bij De Boek en Boesen. Het clubrecord bij PSV na 5 wedstrijden is 8 doelpunten. 2 spelers lukte dat. Ruud van Nistelrooy en Mattea Kesman. Elke beslissing bij de assistent wordt nu aangevochten. Nou, ook nu was de ingooi er eigenlijk weer voor VVV. Wofford. Wijnaldum heeft geen kind aan Meeuwers. De bal is over de zijlijn geweest. Voor 10 minuten voor rust, PSV. Zo comfortabel ging het dit seizoen nog niet. Want het werd weliswaar 6-1 tegen Excelsior, maar de ruststand toen 1-1. Marcelo. Pieters.
Lens mag ook zomaar weer aannemen na de ingooi van Manolev. Echt streng is de bewaking van VVV niet. Mertens. Zo simpel langs Andrea Meij. Mertens. Blok van de recht voorkomt een derde Eindhovense treffer. Maar je ziet de spelers van VVV elkaar verwijten maken. Echt gelukkig kun je de keuze van De Boek om Meij rechtsback te zetten en de recht centraal toch ook niet noemen. Hij deed dat overigens ook in een oefenwedstrijd vorige week tegen Liersen. Zei toen, het is echt een experiment. Maar van vandaag heeft hij het dus gewoon weer gedaan. Moussa, ja, die zit hier wel graag tussen. Maar Strootman moet geweten hebben dat er gevaar in aantocht was. Want Strootman was op tijd terug. Labiat. Mertens. Sneller dan de recht die een overtreding maakt. Daarna ook nog even het hoofd van Mertens raakt. Nou, het is eerder onkunde van de recht dan een bedoelde overtreding. Kijk ook hoe makkelijk overigens Mertens naar de grond gaat. Bij het minste contact kan de kleine Belg soms al op de grond liggen. Nu zijn vrije trap. Mertens dus. Zwak weggekopt door Emenieke Toivonen. En via Gentenaar en de lat blijft het bij 0-2. Kijk hoe zwak Emenieke deze bal op zijn hoofd krijgt. Met wat geluk de redding van Gentenaar. Moussa. Bij PSV vallen heel veel ballen erg goed. Labiat. Mooi gevoetbald. Lens. Zelfde verre hoek gezocht. Geen oog voor Toivonen. Publiek wint zich op omdat terwijl wij de herhaling zagen. Wofor in duel was met Marcelo. Maar de Nigeriaan kreeg geen vrije trap. Verdiende die eigenlijk ook niet. Bauma. Wijnaldum. Kan echt vrolijk zijn gang gaan. Lens. Niet een tweede man die inloopt achter Wijnaldum. Dat had Toivonen kunnen zijn. Maar de zweep bleef staan. Mij schat dat effect dat op die bal zit helemaal verkeerd in. Labiat. Mertens. Die meldt zich voor het doel. Yoshida is geraakt door Lens. Geraakt aan de enkel. Stroopman, hoekschop is kort genomen. Labiat. Cullen. Het lukt Wofor niet echt om duels te winnen van Marcelo.
Foutje Manolev. Schot van Meeuwis. Wofor. Linse. Uit stand. Maar ook wel heel eenvoudig recht op Titon af. Tweede mogelijkheid in deze eerste helft voor VVV ontstaat na een foutje van Manolev. Eerst een losse vlodder van Meeuwis. En dan Linse met dit. Zo schiet je een keeper in. Zo maak je geen doelpunt. Veel van dit soort kansen zal VVV toch niet gaan krijgen in deze wedstrijd. Niet zoals het nu speelt. Felle tackle van de recht. Mertens. Balletje binnendoor bij de recht die geen idee heeft wat er gebeurt. Voorzet is ook niet ongevaarlijk en de bal op de paal. Want wat doet Labiat dat eigenlijk nog knap. Het doel eigenlijk al voorbij. Maar toch nog dicht bij de derde treffer van de middag. Pieters is hier nog. Dat heeft VVV ook niet echt in de gaten. Toivonen wordt niet op maat bediend. Ja, het had ook 4 of 5-0 kunnen staan. Met 2-0 is de schade nog enigszins te overzien voor de thuisploeg. Wofor. Niet de allersnelste, niet zo bliksemsnel als Moussa. Maar volgens voorzitter Hai Berden, die Wofor haalde, wel heel erg wendbaar. En in het strafschopgebied erg trefzeker, maar daar is hij nog niet echt aan de bal geweest. Emenieke. Yoshida. Zolang als VVV nu aan de bal is, volgens mij is dat in de eerste helft nog niet voorgekomen. Linse had hem ook kunnen verlengen voor Andrea Meij. Koos vanzelfsprekend voor mede-aanvaller en Wofor. Maar een kans levert het niet op. VVV heeft niets in te brengen tegen PSV dat riant aan de leiding gaat. Halverwege hier in de koel. Het staat 0-2 door Toivonen en Mertens. Mertens die alweer zijn 7e doelpunt van dit seizoen maakte. Maar het had ook 4 of 5-0 kunnen staan. Halverwege hier in Noord-Limburg bij VVV tegen PSV. Welkom terug in de koel waar de spelers van VVV en PSV zojuist de trap weer zijn afgegaan en inmiddels op het veld zijn aangekomen. U heeft Wil Boessen gehoord halverwege. Twee wijzigingen aan het begin van de tweede helft in de formatie van VVV. Timmy Cela komt voor Andrea Meij. Meij, die Italiaan die last heeft van een blessure aan het bovenbeen en op het middenveld ook een wijziging. Maguire komt als vervanger van Linsen. Met name die wissel zal voor VVV gevolgen moeten hebben. Want op het middenveld kreeg VVV in de eerste drie kwartier geen poot aan de grond. Tegen het sterke Eindhovense middenveld. Daar is Maguire, lachend. En hier is Timmy Cela. Die dus als vervanger komt van Andrea Meij. PSV is ongewijzigd teruggekomen uit de kleedkamer. Dus zit Matafs nog altijd op de bank. ...2-0 halverwege als PSV aftrapt voor de tweede helft.
Timmy Sela nu de bewaker van Mertens. En hier voor het eerst verdedigend aan het werk. VVV dat nog altijd niet kan beschikken over middenvelder Leemans, die nog geblesseerd is. Eerste combinatie tussen Lens en Toivonen. Bal verdwijnt het stadion uit via Yoshida. Bal is over de zijlijn geweest bij Mertens. Lens. Emenieke behandelt die bal niet al te best. Kullen. Door de benen bij Manolev. Rugdekking verzorgd door Strootman. Een overtreding van Stanislav Manolev. Hij zal ongetwijfeld later in deze wedstrijd toch echt wel in actie gaan komen. Tim Matafs. Balverlies Kullen. Lens met Yoshida. Manolev doet meteen mee. Goed meeverdedigd door Kullen. Marcelo heerst daar. Moussa. Slim en behendig. En even slimmer dan Pieters. Altijd is Strootman er dan wel weer bij. Overtreding van Pieters. Eerste keer dat Titon zijn verdediging moet neerzetten in de tweede helft bij deze vrije trap van VVV. Maguire trapt hem. Titon blijft staan en daar is de goal van de recht. Ja, dat is een goede kopper. En als je die dan zijn gang laat gaan, is het ineens in een wedstrijd. Vierde minuut na rust, de spelervatting van VVV. De recht ongedekt, kan zomaar raak koppen. Niemand houdt hem echt in de gaten. En uit de rug bij Bauma kan hij dan overtuigend zijn hoofd tegen de bal zetten. Geen kans voor Titon, die bleef staan. Het staat 1-2. Eerste doelpunt van het seizoen van Ferry de Recht. Eerste doelpunt in dit seizoen dat niet gemaakt wordt door Moussa voor VVV. Pieters. Een duw van Mertens bij Timmy Sela. Voor het eerst in de warming-up voor PSV, Matafs. Volgende overtreding van Mertens. Nee, van Timmy Sela. Het is nu andersom. Marcelo. Labiat. Moussa. Zo heeft PSV zich toch laten verrassen.
aan het begin van de tweede helft. Zal Rutten ongetwijfeld nog eens terugdenken aan al die kansen voor rust. Het is nog maar eens gezegd, de voorsprong bij rust had vele malen groter kunnen zijn voor de bezoekers uit Eindhoven. Hier gaat Strootman. Niemand krijgt hem van de bal. Strootman. Blok van Yoshida. Kullen. Knap weggedraaid bij Manolev. Wijnaldum duikt voor Meeuwers, maar is de bal toch kwijt. Wolfor. Aardig geschoten zeg. Ja, dat is een prachtig doelpunt van deze nieuwe Nigeriaan bij VVV. Uche Wolfor. Zijn eerste kans eigenlijk in deze wedstrijd. Levert meteen een doelpunt op. Met veel gevoel stuurt hij de bal naar de bovenhoek. Uit stand schiet hij hem haast achter Titon. Geen enkele kans voor de keeper. En PSV had deze wedstrijd volledig in handen. Maar na iets meer dan 5 minuten in de tweede helft staat het gewoon 2-2 in de koel. Schitterende trap van Uchena Mwofor. Prachtig debuut voor hem, nu al. Voor rust hebben we hem niet of nauwelijks gezien. Maar wat maakt het uit als je zo fraai kunt scoren? Geen buitenspel voor Mertens. PSV kan van vooraf aan beginnen. Ook toen dus tegen PSV, Schaken de doelpuntenmaker als debutant. Labiat heeft last, maar het spel is snel hervat. Kullen, fraai. Moussa bij de tweede paal. Wolfor. Gevaarlijke trap en Pieters die Titon te hulp schiet. Zo is VVV als herboren aan de tweede helft begonnen. Wat heeft hij in de rust gezegd? Wat zat er in de thee? Maar ineens draait het weer... In Venlo. Volgende gevaarlijke kans. Wat een goal zeg. Yoshida. 3-2 zeg. Hoe is het mogelijk? Zelden vertoond. En wat kent hij dan een miserabel debuut. Titon. Kijk naar de vreugde daar. Hier de voorzet. En dan deze schitterende omhaal. Nou, veel mooier worden ze niet. Prachtige goal van Maya Yoshida. Briljante goal van de Japaner. En in no time gaat VVV van 2-0 achter naar 3-2 voor. Wat een veerkracht. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Haast niets te doen gehad in de eerste helft. Titon. Verslagenheid bij Rutte. Waar komt dit vandaan? Dit had niemand kunnen verwachten. Labiat heeft vastgehouden. We weten dat Yoshida doelpunten kan maken met het hoofd. Bij hoekschoppen en vrije trappen, maar dit hebben we hem nog nooit zien doen. Wat een spectaculair doelpunt. Blessure bij Labiat. Lens, sterk het lichaam gebruikt ten opzichte van Yoshida, die wel stevig terugkomt in dat duel. Lens een schop uitdeelt.
Komt nu te laat, de Japanner. Als Gentenaar de muur neerzet, is daar topoverleg. Mertens, Strootman en Toivonen. Maar het lijkt me duidelijk wie deze vrije trap gaat nemen. De man die de bal heeft neergelegd, zou je zeggen, Dries Mertens. Of mag Strootman? Mertens dus. Kan het toch ook niet alleen. Maakt een overtreding en krijgt geel. Een overtreding op Maguire. Wat heeft VVV deze wedstrijd op zijn kop gezet? Met 3 doelpunten in de eerste 10 minuten na rust. En wat voor doelpunten? Overtreding Molhoek. Het wordt nu ook wat onvriendelijker. Strootman duwt. Omdat hij de bal wil hebben. Manolev met Kullen. Labiat. Niemand nog daar. Is de komst van Matafs aanstaande? Eerst nog Lens en Gentenaar. Het ideale scenario voor PSV was op voorsprong komen en de wedstrijd rustig uitspelen met een eventuele invalbeurt voor Matafs. Maar Matafs die nu gaat komen moet meteen aan de bak en ervoor gaan zorgen dat PSV geen punten verspeelt vanmiddag. Mertens. Manolev dendert er overheen. Mertens langs Emenieke. Mertens langs Kullen. Wordt niet echt gereageerd op zijn voorzet. Het spel ligt stil. En dus gaan we het debuut zien van Matafs. Labiat gaat naar de kant. Dan zal Jermaine Lens naar de rechterkant verkassen. Labiat maakte een paar keer al een aangeslagen indruk. Lichte blessure wellicht. Maar het debuut dus van de man die kwam van FC Groningen. Tim Matafs in het shirt van PSV. Ruimte hier bij Timi Sela. Moussa. Maguire. Timi Sela. Ineens heeft VVV heel veel vertrouwen. Bauma hinkt. Wolfvoren ligt geblesseerd op de grond. Maar hij is niet de enige. Pieters is snel opgekrabbeld. De Rijk, ook hij aan de warming-up begonnen. Behoudt hij de ongeslagen status in eigen huis? 2-2 tegen Ajax, 0-0 tegen FC Utrecht. En na een kansloze eerste helft tegen PSV staat zijn ploeg na 10 wervelende minuten op voorsprong.
Toivonen. Lens. Achterin is Toivonen. Hij wordt flink vastgehouden. En dan een duwende beweging, zegt Nijhuis van Toivonen, die de vrije trap tegenkrijgt. Goed in de gaten houden. Ook toch een iets van natrappende beweging van Toivonen, die dan niet helemaal doorzet. Rutte boos op Toivonen. Is daarvoor even voor zijn dugout gaan staan. Strekbeen. Meeuwis. Bauma. Meer en meer zakt VVV in. Wacht het op een moment om te schakelen. Met de snelle Moussa voorin. Lens met Emenieke. Gehaakt. Vrije trap PSV. Vrije trap Stroopman. Fijn geraakt. En Gentenaar in de drukte heeft de bal klem vast. Heel veel mensen voor zijn neus. Kijk maar. Onder andere Marcelo is daar stoorzender. Maguire. Komt zijn oud ploeggenoot bij FC Utrecht tegen op het middenveld, Strootman. Handig overstapje in Wolf voor. Emenieke. Titon. Matafs is alleen voorin, maar houdt wel van dit soort ballen. Hij heeft hem knap onder controle. Mertens. Iets te ver voor zich uit en dan stevig door op Yoshida. Risico genomen door Mertens, die toch al geel heeft gezien. Maguire. Terug kan niet. De recht. Hier nog eens met iets wat druistige inkomen van Mertens. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat PSV tegen een achterstand aankijkt. Dat gebeurde ook al op de eerste speeldag. De uitwedstrijd bij AZ die uiteindelijk met 3-1 verloren ging. Toen werd het geleidelijker op achterstand gezet. Dit kwam echt als een wervelwind. Marcelo. Toivonen blijft bewust van de bal af omdat hij buiten spel staat en dat weet. Matafs, handig hakje. Toivonen, Matafs wil hem terug. Strootman, Strootman. En uiteindelijk werpt Emenieke zich in de baan van dat schot.
Zo is PSV nu toch al nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Lens. Knap gepakt door Gentenaar. Snel langs Emenieke. Hard voor. En de keeper. Molhoek. Boffer. Moussa vraagt om de bal. Moussa wint van Pieters. Pieters laat zich te makkelijk afstoeven. Moussa. En Boffer. En dan buitenspel. Moussa ging voor zijn eigen kans terwijl de ploeggenoten beter voorstonden. Hartschot. Op het moment dat Wofford de bal breed legt, is het buitenspel. Zo zit Moussa vrij lang toch aardig in de tang bij Erik Pieters. Maar zijn dit de momenten waarop de verdediger wordt afgerekend? Moussa moet je 90 minuten lang in de gaten houden. Matafs nu. Matafs, zijn eerste kans. Maakte 3 doelpunten in de eerste 4 wedstrijden van het seizoen voor FC Groningen. Hier niet lekker geraakt met links. Opnieuw Matafs, als Wijnaldum het kopduel wint. Toivonen. Misverstand met Matafs. Opzichtige duw, maar ook een opzichtige valpartij van Wofford. Maar het is theater van de spits. Maar dat heeft hij dus ook onder de knie. Cullen. Wel zelf. Wijnaldum. Cullen wil de bal heroveren. Dat lukt hem. Het is veel meer een wedstrijd geworden in de tweede helft. Veel meer strijd. Het tempo is omhoog gegaan. Voor rust was het geen wedstrijd. Was dat enkel en alleen PSV dat voetbalde. Wordt opgelost door Yoshida. Slecht van start gegaan dit seizoen met 2 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Glenn de Boek. De slechtste start sinds het seizoen 91-92 voor VVV in de Eredivisie. Met slechts 3 doelpunten voor en 10 tegen. Maar vanmiddag misschien wel op zoek, op weg, naar de eerste overwinning van het seizoen. Manolev langs Cullen. Lens. VVV heeft natuurlijk ook nog Uchewo als wapen achter de hand. En die is nu gestopt met de warming-up. Maar ik vraag me af of hij zo dadelijk in het elftal komt. VVV kan nog slechts 1 keer wisselen. Mertens. Even overgenomen door de recht.
Goeie voorzet van Mertens. Toivonen met een aardige kans. Redding is van Gentenaar. Toivonen komt hoog. Hoger dan de verdedigers van VVV. Botsing tussen Maguire en Bauma. Bauma heeft daar last van, maar Maguire krijgt de vrije trap. De trap die nu genomen is door Molk. De recht. Moussa profiteert van het feit dat Pieters wegglijdt. Wofor. Moussa. Daar heb je als verdediger gewoon je handen vol aan. Micela frommelt zich er langs en verdient zo de corner. Zo is de druk van PSV dus even gaan liggen. PSV dat eventjes op weg was, op weg leek naar de gelijkmaker. Nu de corner van Maguire. Aardig gekopt door Meeuwis. Mocht de recht koppend scoren toen hij vrij stond. Ook Meeuwis hier ongehinderd. Emenieke let beter op dan Lens. Komt voor zijn man. Maguire helemaal vrij. Moussa. Zal Pieters op gaan zoeken. Volgende hoekschop. Hij komt steeds nadrukkelijker in het stuk voor. Ahmed Moussa. Die dus in Venlo gebleven is. Ondanks een bot, zo vertelde voorzitter Hai Berden, van bijna 10 miljoen euro van een club uit de Bundesliga. Molhoek, volgeraakt. Recht op Titon af. En elke corner van VVV levert in de tweede helft gevaar op. Lens, niet voor het eerst langs Emenieke. Prima voorzet. Meeuwis. Emenieke. Meeuwis wint in de tweede helft veel meer duels van Wijnaldum dan in de eerste drie kwartier. Dit is een overtreding van Jorginho Wijnaldum. Hij glijdt weg. Botst daardoor met Marcel Meeuwis. Titon verwachtte misschien een kopbal van Wilfred Bauma, zodat hij hem had kunnen pakken. Maar Bauma doet het met de schoen. Ja, Titon vraagt zich af, waarom doe je dat nou? Daarna geen risico genomen door de doelman. Emenieke.
Titon die snel het spel hervat, omdat hij weet dat er nog maar een kwartier te spelen is. Manolev. Hoekschop voor PSV. Strootman trapt de corner. Toivonen verlengt bij de eerste paal. En daar is de gelijkmaker van Wilfred Bouma. 3-3 in de koel. Zwak verdedigd door VVV dat Toivonen daar zo makkelijk mag verlengen. Maar ook Bouma die daar inloopt staat helemaal vrij. Niemand blijft bij de verdediger van PSV. Belangrijk aandeel voor Toivonen bij dit doelpunt. Bouma zorgt dus voor de gelijkmaker. En scoort 4 in de koel, net als vorig seizoen. Toen het allemaal een stuk makkelijker ging voor PSV. Moussa. Goed gedaan. Maguire. Wolf voor vrij. Ja, hier. En dan staat er nog één voor de goal. Moussa neemt over. Moussa met links. En Titon. Blijft wel geblesseerd achter. De Boek vraagt aan PSV waarom gaat de bal niet buiten. PSV voetbalt door en dan maakt Emenike een overtreding op Manolev. Daar gaat geel voor komen. Gele kaart voor Alexander Emenike. Hier maakt hij die overtreding. Laat hij zijn been staan. Maar bij VVV zullen ze bezorgder zijn over de toestand van Moussa. Dus begint Uchebo maar weer aan de warming-up. Staat weer. En kan zo te zien wel verder. Speelde met Nigeria tegen Madagaskar en Argentinië. Bobby! 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 Vrije trap Strootman. Toivonen houdt vast. Daar het duel met de recht. Ah, echt vasthouden doet Toivonen nou ook weer niet. Het was meer dat de recht uit balans was. Weer terug dus, Moussa. Hens. Ja, daar fluit Nijhuis toch voor. Hens bal van Beaufort. Die zelf denkt de vrije trap te mogen nemen. Zo is het niet. Kan PSV de overwinning nog naar zich toe trekken in de laatste 10 minuten? Hoogstandje Manolev gaat er mis in. Een ruimte voor Emenike. Moussa. Loert op zijn kant. Maar ook Emenike is de weg kwijt. Matafs. Lens. Ongelukkig. Lens. Geen combinatie dus met Toivonen. Timisela. Toivonen met de borst. Toivonen legt aan.
Pieters. Lens. En Yoshida. Nu al de man van het mooiste doelpunt in dit weekend. Misschien nu al het mooiste doelpunt van VVV in dit seizoen. Beaufort. Laatste wissel bij de thuisploeg is in aantocht. Quinn Kruijsen, middenvelder, gaat komen en dus niet Uchebo. Hij vervangt Rogier Molhoek, die voor het eerst in de basis stond bij VVV in dit seizoen. Kruijsen, talentvolle speler. Voor de laatste pak een beetje 10 minuten. Yoshida. Cullen. Beaufort komt vrij. Moussa. Nooit angstig. Hij heeft zoveel zelfvertrouwen. Cullen, goed gestoken. Meeuwers. Uitgestoken been van Marcelo. Strootman, zo wat een smerige overtreding is dat van Meeuwers. Ja, rood. Daar bestaat geen andere straf voor. VVV moet verder met 10. Na de rode kaart voor Marcel Meeuwers. Veel te laat. Schandalige overtreding. Op Kevin Strootman, die gelukkig voelt dat Meeuwers komt en daardoor wat opspringt. Smerige overtreding van Marcel Meeuwers. Overtreding ook op de helft van de tegenstander. Je vraagt je af waarom. Daarmee benadeel je je ploeggenoten. De enige juiste beslissing die scheidsrechter Nijhuis kan nemen. Minuut of 10 dus nog. 10 van VVV tegen de 11 van PSV. En 3-3 op het scorebord. Bauma. Marcelo. Wijnaldum. Niet helemaal begrepen waar Strootman was. Hier gaat in Beaufort met Marcelo. Goed verdedigd. Daar zit Meeuwers op de trap. Na die smerige overtreding. Mertens. Lens. Hier Wijnaldum. Wijnaldum. Toch net iets te veel tijd nodig. Waarom niet gewoon meteen rechtstreeks uitgehaald met het rechterbeen? Want daar is hier toch de mogelijkheid voor. Druk coachend voor zijn dugout, Fred Rutte. Om zo misschien te voorkomen dat PSV punten verspeelt vanmiddag.
Wijnaldum. Manuel heeft altijd mee. Matafs. Wat een goede redding van Gentenaar met zijn linkerhand. Reageert hij heel adequaat op de kopbal van Matafs. Weer wat theater van Wolf hoor, na een hele lichte overtreding volgens mij van Pieters. Nou, het is een overtreding, maar zo ernstig is het niet. Prima voorzet van Manolev. Veel beter zal Matafs hem zich niet wensen. Belangrijke redding van Gentenaar. Ingooi is voor VVV. Wolf voor de spits die zo fraai scoorde en vanmiddag zijn debuut maakt, oogt vermoeid. Lijkt er doorheen te zitten. Maar VVV heeft tenslotte al 3 keer gewisseld. Dus hij moet de 90 minuten volmaken. Voorzet Manolev. Ja, het wordt een hoekschop. Want die bal, die voorzet, is nog aangeraakt. ...88ste minuut. Hoekschop van PSV. Matafs gaat langs de bal. PSV heeft een hensbal gezien, maar Nijhuis reageert niet. Geen penalty. De bal gaat aan veel mensen voorbij. Ja, dat is een arm van Wofor. Maar om nou te zeggen dat het een uitgestoken arm is... Nijhuis beoordeelt het niet als opzettelijk hens. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Lens als Emenieke slordig uitverdedigt. Moussa. Pieters is eerder bij de bal. Strootman. Mertens. Ja, Strootman dacht aan een combinatie met Mertens. Moussa. VVV komt amper nog van de eigen helft af. Matafs. Matafs met de punt van de schoen. Maar geen doelpunt. VVV dacht aan buitenspel, maar dat was het niet. Wel weer een hoekschop. Slim gegeven door Strootman, achter de laatste linie. En Emenieke, die er een corner van maakt. Hoekschop Strootman. Cullen mag de bal daar eigenlijk niet verspelen. Manolev. Toivonen kan gaan vuren. Toivonen met links. Manolev. Wijnaldum niet. Zo is het hectisch voor VVV. In de laatste minuut van de officiële speeltijd. Hakje Matafs. Marcelo uit de draai. En weer geen doelpunt. Blessure voor Marcelo. Emenieke niet, Lens en dan afgefloten voor buitenspel. Nou, dat moet dan haast wel Marcelo zijn geweest die daar op de grond zit. Zo overleeft VVV een enorm offensief, een aanvalsoffensief van PSV. Raakt Marcelo geblesseerd na de ingreep van Cullen. Maar staat er nog altijd 3-3 op het scorebord. Inmiddels in blessuretijd, minimaal 3 minuten.
Wolfo laat zich vallen. Maar Nijhuis vindt het blijkbaar een overtreding van Pieters. Dus krijgt VVV een vrije trap op een aardige plek. Moet Titon nog even snel een muur neerzetten. Barry Maguire staat achter de bal. Nijhuis zet de muur op 9,15 meter. Tweede minuut van de blessuretijd. Gehaald op Pieters. Hoekschop VVV. De Rijk staat klaar bij PSV om nog in het elftal te komen. De Boek stuurt Moussa de hoek in. Zo van, ga maar tijd winnen. Maar Moussa heeft andere plannen. Die wil wedstrijden graag winnen. Moussa. Goed opgelost door Wijnaldum. En Manieke. Het spel alweer afvat. Moussa laat zich weer vallen. En smeert zo Manolev een gele kaart aan. Volgens mij was er echt helemaal niets aan de hand. Let op Moussa. Linksonder, ja, die krijgt een heel licht duwtje. Maar gaat naar de grond. Alsof hij door vier man wordt weggegooid. Zo zit de extra tijd er bijna op. Moussa. Met Lens. Gevaarlijk spel gezien. Vrije trap PSV. Maar hoe lang laat Nijhuis nog doorvoetballen? Hij staat de wissel nog toe. Marcelo naar de kant, de Rijk erin. Het is volgens mij alleen maar onnodig oponthoud. Want de extra tijd zit erop. Oh, er is een minuutje bijgekomen. 4 minuten extra tijd dus. Een minuut extra tijd in de extra tijd. De Rijk als stormram nu mee naar voren. Daar wil hij koppen. Maar niemand kopt. En dan fluit Nijhuis af. Geen extra tijd meer. En dus wordt daar een punt gevierd als een overwinning door de mannen van Glendenboek. PSV verspeelt punten na 3 overwinningen op een rij. En wat kende VVV een prachtige comeback aan het begin van de tweede helft. 3-3 hier in de koel tussen VVV en PSV.